Ja, een weekje later dan dat eigenlijk de bedoeling was vanwege een hele hoop sneeuwval. Ja, maar dat is weg, dus we kunnen aan tafel. Gaan we doen. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Werkplein TV. Deze aflevering nog dynamischer dan jullie al van ons gewend zijn, want we gaan het namelijk hebben over mobiliteit. Mobiliteit is natuurlijk altijd al een belangrijk onderwerp, maar zeker tijdens de coronacrisis is het nog belangrijker geworden. We gaan jullie een hoop laten zien vandaag, maar ik wil jullie graag eerst even meenemen in de tafelgasten van vandaag. Naast mij Marieke Bezema, jij bent kwartiermaker bij het mobiliteitsteam Twente. Judith Westendorp naast jou, jij bent loopbaan en eigenlijk ook ontwikkelcoach, moet ik dan zeggen. En aan de andere kant Niels van Niels Café in Almelo. Fijn dat jullie er zijn, bedankt dat jullie tijd hebben gemaakt vandaag. We hebben een hoop reportages ook vandaag, want onze razende reporter is op pad geweest. Ivo heeft een dagje gewerkt als verkeersregelaar bij Overink Verkeer en is op bezoek geweest bij Benchmark. We gaan eerst nog eventjes terug naar de tafel, want Marieke, jij bent dus kwartiermaker bij het mobiliteitsteam Twente en dat is best een hele mond vol. Kun je vertellen wat het mobiliteitsteam is? Ja, zeker. Want misschien ook nog niet iets een woord dat je denkt van wat moet dat zijn. Maar uiteindelijk het idee is om mensen van werk naar werk te gaan helpen. Onze arbeidsmarkt is in Twente natuurlijk best uit balans geraakt met vraag en aanbod. En het mobiliteitsteam moet vraag en aanbod eigenlijk weer bij elkaar gaan brengen. En misschien ook al wat bij Niels ook het geval is. Soms heb je personeel over en soms heb je personeel tekort. En dat heeft corona natuurlijk wel iets extreem laten zien. Dus hoe breng je dat weer bij elkaar? Ja. Dus dit initiatief is echt ook ontstaan vanuit de hele coronacrisis eigenlijk? Ja, uiteindelijk vanuit Den Haag eigenlijk een impuls waarin wij als Twente naast de andere arbeidsmarktregio's in het land gewoon letterlijk gaan kijken hoe kunnen we alle partijen die op die arbeidsmarkt bezig zijn, hoe kunnen we die bij elkaar brengen en in samenwerking de goede dingen weer laten zien en dat werkloosheidspercentage zo laag mogelijk houden. Ja. Mensen verbinden dus. En wat is dan de werkwijze daarachter? Uiteindelijk het werkplein is het UWV en de 14 gemeenten. Ik ga eigenlijk nog breder, dus ook de FNV, CNV, de vakbonden, VNO-NCW, eigenlijk de bedrijven, alle ondernemers in Twente, maar ook het onderwijs. Eigenlijk iedereen die hierbij betrokken is, dus ook mensen die van school naar werk moeten, die zijn nu misschien ook werkloos. Hoe kun je zeg maar die markt, of eigenlijk dat netwerk kan ik beter zeggen, hoe kun je dat nou beter bij elkaar brengen? En met al die partners zitten we aan tafel letterlijk om te kijken van hoe gaan we dat nu beter doen. Ja. Goed. En kun je daar al een voorbeeld van geven? Uiteindelijk, omdat je elkaar ontmoet, hoor je dingen. Ja. Dus we hebben ook al onze eerste resultaten. Dat is ook leuk. Ik moet zeggen, ik ben niet voor niks kwartiermaker. Dus het is ook nog best wel pril. En we zijn nog aan het zoeken naar wat is er dan mogelijk. En wat moeten we allemaal als dienstverlening aanbieden. Vooral bedrijven ook helpen, de goede weg opsturen. Ik zeg ook steeds in dat netwerk gewoon eigenlijk een beetje een wegwijzer worden. Want er bestaat heel veel, maar het is soms zoveel dat je ook de weg niet meer weet. En als mobiliteitsteam willen we daar een invulling aan gaan geven. Kijk, belangrijke opgave. Daarom is het ook heel fijn, Niels, dat jij bij ons aan tafel zit vandaag. Ja. Jij bent horecaondernemer, je hebt een paar uitdagende maanden achter de rug, kunnen we wel zeggen. Kun je wel zeggen, ja. Kun je iets vertellen over jouw onderneming? Ik heb een café-restaurant aan het Marktplein in Almelo, al 19 jaar. En we zijn een bedrijf dat eigenlijk alles doet behalve slapen. Er wordt wel eens geslapen, maar dat is dan sturen de mensen netjes weer naar huis. Ja. Maar we hebben best wel een uitdaging met 100 man personeel de afgelopen jaar gehad. En we hebben geprobeerd om te denken en op die manier mensen op een andere manier weer in te gaan zetten. Op andere plekken, ja. Afgelopen jaar. Want een jaar geleden begon natuurlijk die coronacrisis. Wat betekende dat heel concreet voor jullie? Nou ja, we kregen op 15 maart natuurlijk op zondagavond, dat vergeet ik niet weer, een uur van tevoren te horen dat we om 6 uur moesten sluiten. Ja. En toen hebben we eerst de praktische zaken geregeld in de zaak die avond. En toen hebben we eigenlijk diezelfde avondnacht al nagedacht van, goh, wat kunnen we wel doen? En we hebben de volgende dag een bericht op LinkedIn gezet en de rest van onze socials. We zijn met 100 man. Wat kunnen we doen? Wie kan ons gebruiken? En op welke manier kunnen we ingezet worden? En dat heeft een stroom aan reacties opgeleverd. En in geresulteerd dat we een week later al een aantal mensen hadden gedetacheerd. Ja. Want jullie zijn heel erg creatief geweest. Kun je iets vertellen over het detacheringsproces? Welke acties heb je uitgezet?
Nou ja, we hebben allereerst hebben we wat vrijwillige acties gedaan. Bij de voedselbank zijn we gaan helpen. Bij Humanitas, voor de dak- en thuislozenopvang, hebben we wat dingen gedaan. Maar toen kwamen ook al snel andere bedrijven die doordat alles dichtging drukker werden. Zoals Food Connect, die maaltijden maakt voor de ouderen. Die kwamen met personeelstekorten te zitten en ook met ziekte. Nou ja, we hadden natuurlijk koks in dienst en zo is dat eigenlijk een beetje gaan lopen. We hebben wat juridische informatie ingewonnen, wel links en rechts. Contracten gemaakt en we hebben eigenlijk andere handel gemaakt. We zijn gaan detacheren. En ja, naarmate zeg maar, de periode vorderde, kwamen er ook andere bedrijven bij, zoals Kees Smit Tuinmeubelen en A1 Electronics hier in Almelo. Ja. En waarom denk je nou dat het bij jullie zo succesvol is geweest? Ik denk dat het een combinatie is van factoren. We hebben heel snel geschakeld. Dus ik denk dat we een van de eerste waren die zeiden van goed, we gaan geen maaltijden bezorgen. We gaan andere dingen doen. Want we dachten wel van iedereen gaat die maaltijdenmarkt op. En is dat iets wat wij ook willen? Dus wij hebben wat dat betreft, ze hebben die eerste slag wel goed gemaakt. Ik denk ook het team wat we hebben staan, de bereidwilligheid om wat te doen, die was heel groot. En we hebben ook mensen denk ik wel een veilig gevoel gegeven vooraf. En op die manier hebben we heel snel mensen kunnen plaatsen. Wat zou je nu zeggen tegen ondernemers die kijken? Welke tips zou je ze geven? Of misschien wel voor Marieke, welke tips zou ze mee kunnen nemen? Ja, nou ja, weet je, het mooie is wel het kijken in de keuken van een ander, is dat je dingen mee kunt nemen naar je eigen bedrijf. Maar dat je ook dingen vanuit je bedrijf en mee kunt nemen naar andere instellingen, andere bedrijven. Maar wat vooral heel belangrijk is, denk ik, dat je je medewerkers meegeeft dat ze niet met buikpijn ergens naartoe moeten gaan. Dus dat hebben we ook in het begin vooral gezegd van jongens, jullie hoeven geen werk te gaan doen waar jullie buikpijn van krijgen. Dus het moet vertrouwd zijn, het moet veilig voelen. Is dat niet het geval, dan hoef je het niet te doen en dan mag je wat anders doen. Ja. Ik denk alleen al door dat uit te spreken als werkgever, dat je heel veel goodwill kweekt. En dat mensen dan ook wel in een andere modus, zeg maar, die flexibiliteit ingaan. Hè? Want dat is het wat het is. Ja. Je moet flexibel zijn. Klopt. Ja. Heb je nou nog mensen gekregen die denken, hey, ik ga een heel andere branche in? Of, Het grappige wel, ik heb de afgelopen weken heb ik met al mijn fulltimers een uur gewandeld. En een aantal vragen gesteld van, hoe heb je het nou ervaren de afgelopen periode? En ja. Wat neem je mee naar het bedrijf? En wil je nog wel terugkomen in de horeca? En wat iedereen eigenlijk wel bij mij heeft gezegd van, ja, weet je, het was een hele mooie ervaring. Of het is een hele mooie ervaring. Maar de horeca is toch wel waar mijn hart ligt. Dus ik mis het wel heel erg. Maar ik neem ook wel dingen mee vanuit de zorg. Want er zijn nu ook mensen geplaatst in de zorg bij ons. En dat is heel dankbaar werk. Maar daarin zien ze ook dingen gebeuren waarvan ze zeggen, dat doen wij in de horeca toch wel anders. Daar profiteert de zorg nu ook wel weer van. Dus het is een win-win combinatie wat dat betreft. Ja. Judith, zijn dat dingen die jij herkent in loopbaantrajecten? Dat mensen echt gedreven zijn om voor een bepaalde branche of een bepaald beroep te gaan? Ja, maar ook wel dat soms mensen twijfelen en dat dit juist dan een mooie kans is om een keer in een andere keuken te kijken. En soms zelfs uiteindelijk dan heel erg bevestigd worden dat ze eigenlijk heel goed zitten. Dus ik kan me voorstellen als Niels met die groep medewerkers aan het wandelen is, en dat vind ik gewoon fantastisch dat hij dat op die manier doet, dat sommigen juist weer even die langzaam al wat motivatie wellicht kwijtraakte, maar ineens weer beseffen van, ja, maar moest kijken, die horeca is echt de plek waar ik hoor en waar ik heel gelukkig in ben. En natuurlijk heeft ieder beroep ook wel bepaalde aspecten die je misschien wat minder leuk vindt. Maar daar kom je dan ook weer achter. Dus ik denk dat fantastisch eigenlijk ook dat dit dan bepaalde kansen biedt. En dat en ook het ondernemerschap, dat je zo snel erbij was om te switchen. Want ik denk niet dat voor iedere horecaondernemer mogelijk is geweest om er zo'n draai aan te geven. Nee. Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je als ondernemer ook niet bang bent om personeel kwijt te raken. Want vroeg of laat zullen ze dan toch wel die stap maken. Maar geef ze dan in ieder geval een veilige omgeving waarin ze zichzelf kunnen leren kennen. En net wat jij zegt, dat kan ook de andere kant op werken. Dat mensen dus toch beseffen, Niels of de horeca is toch wel mijn plek. En ik ben weer gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ja. Dus angst is wat dat betreft een slechte raadgever. Ja.
Mooi gezegd. Wij hebben dit ook getest. Wij hebben Ivo namelijk een dagje op pad gestuurd om eens een ander beroep uit te proberen. Namelijk die van verkeersregelaar. Ivo, wat vond je daar zelf van? Ja, nou goed, ik zag ze natuurlijk altijd al staan op de weg. Dus ja, ontzettend veel respect gekregen voor die mensen die ons allerlei goede banen leiden. Dus ja, ga snel kijken. Ja, achter mij zie je het al. Overing verkeersregelaars. Daar gaan we vandaag over praten. Over het vak van verkeersregelaar. We gaan snel. We zijn gespecialiseerd in het leveren van verkeersregelaars. En dan kun je bijdenken de infrawerkzaamheden, zoals dat hier gebeurt achter ons. Evenementen zijn we heel groot in, ook door het hele land. En ook de calamiteiten. En dat heeft uiteindelijk allemaal te maken met mobiliteit. Maar hier de verkeersregelaars is natuurlijk uitermate geschikt voor mensen vanuit een uitkering, maar ook baanveranderaars. Ja, absoluut. Omdat we de afgelopen jaren ontzettend hard zijn gegroeid, zijn we continu op zoek naar goede en gemotiveerde mensen. Wij stellen aan de voorkant niet heel veel opleidingseisen en dat soort dingen, want het gaat echt om de persoon bij ons. Mensen die echt op parttime op zoek zijn naar iets, maar ook mensen gewoon voor een fulltime baan. Ja, wat maakt de baan als verkeersregelaar nu zo mooi? Ik denk met name de afwisseling. Bijna iedere dag ben je ergens anders. De ene dag sta je bij werkzaamheden zoals dat hier gebeurt. De andere dag sta je bij een calamiteit of je staat bij een groot evenement, een toonaangevend evenement. Ja, ik zag op jouw site dat je vooral mensen zoekt vanaf 30 jaar. Dat is niet een hele harde grens hoor, maar het heeft met name te maken, dat zijn over het algemeen mensen met iets meer levenservaring, iets meer rust. En daardoor iets meer autoriteit ook op de weg zelf. Want op het moment dat je als verkeersregelaar rust uitstraalt op het verkeer, dan blijft het verkeer ook rustig. Ja, laatste vraag. Het is als verkeersregelaar natuurlijk niet zonder gevaar. Je moet natuurlijk niet zomaar midden op de straat gaan staan, maar echt uit de rijbanen en kijken van ja, wat is jouw positie. En daarmee heb je zelf ook een stuk verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar we gaan daaromheen proberen wij als werkgever ook wel gewoon te kijken hoe kunnen we een werkplek zo veilig mogelijk inrichten. Ja, Jannie, verkeersregelaar bij Overing. Ja, kun je iets vertellen over wat het baan als verkeersregelaar nu inhoudt? Het houdt in dat je moet zorgen dat het verkeer veilig en door kan stromen. Dat de jongens die de wettenwerkzaamheden bezig zijn, veilig kunnen werken. En fietsers en voetgangers veilig er langs kunnen. Ja, hoe ziet een dag, zo'n werkdag er voor jou precies uit? Ja, dat is verschillend. Het ligt eraan wat voor werkzaamheden zijn. Mijn collega's hier die zijn dus het verkeer aan het begeleiden om een werkzaamheden heen, om een wagen heen. Dat kan dus zijn asfalteerwerkzaamheden, fietsers alleen over laten steken, wat ligt eraan. En het is elke dag verschillend. Wat zijn jouw werktijden op zo'n dag? Ja, dat is heel verschillend. Het is geen kantoorbaan, je moet heel flexibel zijn. De ene keer begin je om 7 uur, de andere keer begin je om 8 uur. Maar we hebben ook wel diensten dat we 's morgens om 6 uur beginnen. Denk je dat iedereen het vak kan doen? Ja, daar ben ik van overtuigd dat iedereen het kan. Het is gewoon een kwestie van goed om je heen kijken en logisch nadenken. Wat is het belangrijkste? Het stopteken. Het stopteken, kijk. Dus rechthouden de lucht in en even de bestuurder aanwijzen waar je hem wil. Oké, okay, nou, ik heb een microfoon, maar ik ga het net zo goed. Ik ga het mooi doen. Rechtarm omhoog. Ja, oké. Okay. Dat is één. Dat is één. De tweede. Nou, je hebt die automobilist stopgezet. Dus ja. Dan mogen we weer laten rijden, dus dan geef je een oprijteken. Oké. Okay. Dus dat is niks anders dan alleen maar zo. Oké. Okay. Wel recht ervoor staan. En moet je echt zo of is het gewoon één keer? Eén keer is prima. Okay. En als we het niet gezien hebben, doe je nog een keer. Duidelijk. Nou ja, dan hebben we de derde. Misschien ook wel een hele belangrijke. Ja. Kijk, zoals mijn collega's daar dus bezig zijn dus het verkeer te leiden om een object heen. Dan geef je een oprijdteken en je wijst hem aan dat hij dat over die rijbaan moet rijden. Oké, okay, dus dan geef ik met links oprijdteken. En dan even kijken wat jij zei. Ja, dan ga je even er omheen rijden. Oké, okay, mooi. Ivo, snel gestopt, er kwam een vrachtwagen aan. Hoe is het je afgegaan? Ik kon net wegspringen, dus ik leef nog. Wij zien jou niet meer terug op straat als verkeersregelaar. Nou, ik ben liever de razende reporter en verkeersregelaar. Nogmaals, ontzettend veel respect voor, maar vak apart. We houden jou graag hier, Ivo. Niels, we hebben het net even gehad over alle acties die je hebt uitgezet en de mensen die je gedetacheerd hebt. Wat heeft jou dan nou uiteindelijk onderaan de streep opgeleverd? Nou, meerdere dingen. We hebben ervoor gezorgd dat de mensen in beweging bleven. Dus dat ze niet thuis kwamen te zitten. We hebben gezorgd dat we geld gingen genereren voor de zaak. Dus we hoefden minder NOW aan te vragen.
beter voor het UWV. En het mooie is ook is dat we de verhalen hebben teruggekregen van de mensen en hun in een andere keuken hebben laten kijken. Ja. Dus het mes wat dat betreft heeft voor ons aan meerdere kanten gesneden. Ja. Heel mooi. Judith, jij bent loopbaancoach, ontwikkelcoach. Kun je kort toelichten wat dat inhoudt? Eigenlijk loop ik een stukje met iemand mee. Dus iemand die aan het werk is of op zoek is naar werk en dat lastig vindt om daar zelf precies te bedenken van dit is wat ik wil en dit is wat ik qua kwaliteiten bij me heb. Dan help ik iemand mee door in 4 of 5 gesprekken daarover na te denken en diegene te helpen met de manier waarop hij de baan kan vinden die bij hem past. Ja. En merk je dan nu dat in deze tijd, het is misschien een beetje een retorische vraag, maar dat er in deze tijd meer aanvragen zijn voor loopbaantrajecten bijvoorbeeld? Ja, wat je nu vorig jaar, wat ook door de overheid is opgestart, ook in het kader van de corona, is NL Leert Door. Dat was een traject waar ik ook meerdere mensen vanuit heb begeleid. En dat was in 2 periodes beschikbaar gesteld. Mm-hmm. De eerste periode had ik een aantal aanvragen en de tweede periode ging het echt binnen 24 uur, waren alle plekken vergeven. Dus dan zag je echt dat individuen zich hebben aangemeld om na te denken over kansrijk vervolg geven aan de eigen loopbaan. En dat die landelijke regeling was vol voordat je het wist. Daarnaast komen mensen bij mij die dan de kans krijgen vanuit hun eigen werkgever om na te gaan denken over de loopbaan. Ja. Dus dan vergelijk ik wel eens met een lauw bad. Dus dan dat ze eigenlijk nog wel in een lauw bad zitten. Dus soms hebben ze nog wel genoeg redenen om daar te blijven. Maar het is wel goed om op dat moment na te denken van ja, wat wil ik? Dus niet dat je wacht tot het een koud bad is geworden. Want dan zie je toch dat mensen mentaal wat gedemotiveerder zijn. En dan is het heel moeilijk ook om jezelf scherp te stellen en gemotiveerd te gaan solliciteren voor een andere baan. Kan ik me voorstellen. Zie je nu dan dat de vraag van mensen anders is dan voor de coronacrisis? Deels niet, want mensen zoeken nog steeds een baan eigenlijk waar ze gelukkig in worden en waar ze blij van worden. Dus dat blijft hetzelfde. Ik zie wel het stukje van ik wil een kansrijk vervolg aan mijn loopbaan geven. Die is wel iets prominenter geworden. Ja. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat er nu veel mensen getriggerd zijn door bijvoorbeeld de zorg. Van joh, ik wil toch richting de zorg. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik had nu ook een paar maanden geleden een dame die in de logistiek werkte. En die had al een soort van gedachte van misschien wil ik wel in de zorg werken. Maar die twijfelde daarover. Dus daar heb ik een aantal gesprekken mee gedaan. En uiteindelijk had ze echt zoiets van ja, ik ga ervoor. Maar dat betekent wel, ze had eigenlijk een goede baan in de logistiek. En om die switch te maken moest ze toch ook best wel wat loslaten. Dus ook arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid. Ze gaan nu een BBL-traject doen, maatschappelijke zorg, gecombineerd met een baan bij een zorgboerderij. En ik heb haar 2 weken geleden nog even gebeld van hoe gaat het? Nou, ze is blij als wat. Dus die heeft die keuze kunnen maken en is helemaal gelukkig met die overstap die ze nu gemaakt heeft. Mag ik wat vragen daarover? Ja. Hoe heeft zij haar afscheid geregeld bij haar vorige werkgever? Was ze nog gemotiveerd om goed uit te werken? Op welke manier is zij weggegaan bij haar vorige werkgever? Ja, het is wel iemand met heel veel energie. Ja. Dus die dat ook uit loyaliteit goed wil afronden. Maar het is denk ik wel, ze wilde een keer wat anders. Dus, ja. En dat begrepen ze daar ook. Dus dan ga je gewoon op een goede manier met elkaar de activiteiten afronden en dan gun je elkaar ook een nieuw vervolg aan de loopbaan en dat klopt dan ook. Ja, dat is heel mooi, want die ervaring heb ik zelf namelijk ook. Ik heb ook een medewerker gehad die wilde wat anders, die wilde apotheekassistent worden. En die heeft dat uiteindelijk ook durven vertellen in onze organisatie. En die is een half jaar later is die pas zeg maar uitgevloeid richting ook een opleidingstraject. Maar die heeft nog een half jaar heel gemotiveerd gewerkt. Ja. Omdat ze dus ook gewoon haar ei kwijt kon. En durfde te vertellen dat ze een andere wens had qua werk. En ik denk dat als werkgever zijnde dat het heel belangrijk is dat je probeert zo'n cultuur te creëren. Dat mensen dat soort wensen durven uit te spreken. En dat je daardoor als werkgever ook langer een gemotiveerde medewerker in je bedrijf hebt rondlopen. Ja. En je geeft die persoon eigenlijk ook soms de kans om alvast wat opleiding en training te gaan volgen. Ja. Terwijl die nog niet meteen de zekerheid van de baan die dan bij jou of op die andere plek heeft los te laten. Want als jij nog zekerheid hebt, dat is ook wat Marieke vertelde, van we willen zoveel mogelijk van werk naar werk. Alleen dan moet die
oude werkplek jou wel de ruimte bieden dat jij vast mag gaan voorbereiden op die nieuwe werkplek. Dat zou heel mooi zijn als dat lukt. Ja, en je hebt natuurlijk als werkgever het voordeel dat je langzaam weer een nieuwe medewerker kan inwerken op de plek die vrijkomt. Dus het is niet abrupt, hè, binnen een maand of twee maanden dat er weer die plek gevuld moet worden. En dat gaat altijd toch wel even met een inwerkperiode. En hoe mooi is dat de oude werknemer dan de nieuwe werknemer kan inwerken en dan via de voordeur met een bos bloemen kan vertrekken. Dus ik denk dat dat heel mooi is. Ja, misschien dat jij daar inderdaad ook wel wat van. Hoe staan werkgevers daar nu tegenover, denk je? Nou ja, uiteindelijk, ik denk dat, net zoals wat jij misschien in april wel het geval had, uiteindelijk, er zijn heel veel momenten nu in de corona dat je opeens denkt, ja, wat moet ik met mijn personeel? Ja. Dus weet je, het liefst heb je eigenlijk dat iedereen investeert in zichzelf en weet je, op je goede plek zit en dat je talent bent in die zin. Maar daar heb je altijd wel een periode voor nodig. En nu hebben we natuurlijk gewoon wel bedrijven die misschien bijna omvallen of denken, ja, weet je, ik weet echt niet meer wat ik met mijn personeel moet. Dus dan kom je bijna al direct in het koude bad. En hoe ga je dan verder, hè? Want ik denk wel dat het meest gezonde is voor iemand om van werk naar werk te gaan. Dat is gewoon het allerfijnste. En wat kun je dan, nou ja, ik vind het wel een mooi voorbeeld hoe jij het ook zegt. Hoe kun je dan ook bijvoorbeeld een tijdelijke plek misschien wel zien als een soort inspiratieplek van, hey, waar zit ik eigenlijk op mijn plek? Dus ja, volgens mij een heel mooi voorbeeld. Ja, want ik denk dat wij detacheren, als we dat in de toekomst weer krijgen met iemand die graag een andere plek wil, dat we deze detacheringsvorm misschien wel gaan gebruiken voor het kijken in de keuken van een ander. Je hebt nu een netwerk opgebouwd. Je weet dat het makkelijk is om mensen ergens tijdelijk te plaatsen. En hoe mooi is het dan om iemand een vervolg te geven in de toekomst waar die blij van wordt? Absoluut. Ja. We hebben Ivo ook weer even een paar uurtjes uitgeleend. Hij is een dagje bij Benchmark geweest. En we gaan even zien hoe je dat ervaren hebt. Leandra, Benchmark, ja, daar zijn we. Vertel, wat is het? Bij Benchmark produceren wij en ontwikkelen wij producten van begin tot eind voor klanten. En dat zo in de medische industrie, voor defensie, in de aerodynamica bijvoorbeeld. Dus eigenlijk alle elektronische apparatuur die je maar kan bedenken, die produceren wij en ontwikkelen wij van begin tot eind. Ja, ik zag in jullie visie, verhoog je competenties. Is dit dan ook iets voor mensen van buiten Benchmark? Je kunt wel iets hebben gestudeerd of een werkervaring te hebben, maar proberen altijd te kijken naar datgene waar je talent ligt en wat je competenties zijn. En proberen daar zeker ook op in te spelen en die mogelijkheid te bieden voor mensen om daar wat binnen Benchmark mee te doen. Ik zag op jullie site ook de Button Talentennetwerk. Ja, wat houdt het precies in? Als jij denkt van, hey, Benchmark is echt een bedrijf voor mij om daar te werken, dan ben je van harte welkom om een sollicitatie naar ons te sturen. Ja, en wat voor type mensen zoeken jullie bij Benchmark? Electrical engineers, mechanical engineers, software, nou, noem maar op, van alles. Maar ook in de sales, commercie. Niet iedereen, maar bijna iedereen zou bij Benchmark kunnen werken. Nou, we zijn natuurlijk een groot bedrijf met meer dan 500 medewerkers. Dus ik denk zeker dat als jij affiniteit hebt met de techniek, in een nuchtere Twentse organisatie vindt passen, dat je zeker even bij ons op de website moet kijken. Wat houdt het nou precies in jouw functie? Als er een elektronisch product gemaakt moet gaan worden, dan moet dat eerst ontwikkeld worden. We beginnen vanuit specificaties, dan gaan we kijken van, nou, wat voor concepten passen erbij. Dan gaan we dat uitwerken tot een compleet design, wat dan uiteindelijk ook in de fabriek gemaakt kan worden. Ja, kun je vertellen over je werkdag? Hoe ziet het er precies uit? De ene keer dan ben ik bezig met daadwerkelijk het tekenen van een ontwerp. De andere keer ben ik bezig met het afstemmen met de klant van, nou, wat willen jullie nou precies? En daarbij hoort ook nog dat we nieuwe projecten binnen willen halen natuurlijk. Dus het kan ook nog zijn dat ik naar een klant toe ga die nog geen klant is. Ja, Tobias, als ik dit zo zie, moet je toch echt wel technische affiniteit hebben, toch? Het is wel heel gaaf om iets op je scherm te zetten. Dat dan uiteindelijk een beetje te tekenen. Want uiteindelijk heb ik dit hele bord heb ik zelf ook getekend. En als je dan uiteindelijk in je handen hebt, denk je wel van ja, het is wel heel gaaf om dan te zien dat het, ja, dat het echt iets geworden is. We willen de stof wat ik hier in mij heb binnenhouden. Dus daarvoor het pak. Ik ga snel naar Evert, daar heb ik een interview mee. Kun je even iets vertellen over wat een assembly operator nou precies doet? Ik test apparatuur en probeer dus ook daar de storing uit te halen. Ik zorg dus dat de apparatuur voldoet aan de eisen die de klant ons stelt. Ik zie heel veel verschillende apparatuur hier. Is jouw baan ook echt zo afwisselend?
Ik kan hoogspanningstesten doen, ik kan metingen doen, stroommetingen. Er zijn hier 5 of 6 verschillende apparatuur waarmee je dus werkt. Als je de functie wil uitoefenen, wat voor opleiding heb je dan nodig? Minstens mbo niveau 4 nodig hebt en liefst nog wat hoger. Kennis van elektrotechniek, kennis van elektronica. Werk je alleen in de dagdienst of werk je ook in ploegen? Ik werk dus eigenlijk alleen maar overdag. En ik heb een verschoven dienst. Ik kan 's morgens gevarieerd beginnen en 's avonds later of eerder naar huis. Nou, dat lijkt me erg leuk om even te kijken op je werkplek. Misschien kun je ons een rondleiding geven. Nou, dit was natuurlijk een erg goede inkijk in het werk dat ze hier doen bij Benchmark. Ik trek mijn pak uit en ik ga terug naar jouw studio. Ja, Ivo, dat was heel anders dan het verkeer regelen. Hoe heb je het gehad bij Benchmark? Ja, het was ontzettend gaaf om daar weer te lopen. Ja, het bedrijf in Almelo natuurlijk, prachtig om te zien dat ze daar wereldwijd producten maken. Dus heel veel respect en erg leuk. Ja, we blijven nog even bij jou, Ivo, want jij hebt als het goed is de agenda voor ons klaarstaan. Ja, zeker. In Twente zitten we niet stil. De agenda, ik zie de 17e, nou, die is al geweest, die slaan we over. De 18e is terug te kijken en dat is een inspiratiesessie. Dus we beginnen op 4 maart met onze eigen uitzending van Werkplein TV. 9 tot en met 11 maart is de week van de logistiek. En in die week is 10 maart is een webinar Ontdek de logistiek. En dan gaan we door 11 maart een speciale editie van de online banenmarkt op LinkedIn. Terug naar jou. Dankjewel, Ivo. We hebben nog 2 leuke pitches voor jullie klaarstaan. Namelijk eentje bij Overink Verkeer en eentje bij Benchmark. Nou, lijkt het jou dan leuk om als verkeersregelaar aan het werk te gaan? Zoals je net bij mijn collega's hebt gezien, dan ben je van harte welkom. We hebben ontzettende leuke werkzaamheden. Zoals je net zag in de infra, in de wegenbouw, de evenementen. Echt mooie toonaangevende evenementen doen wij ook. En daarnaast ook calamiteiten, dus ook een klein beetje actie in het werk. Nou, mocht je het leuk lijken, ben je gemotiveerd, want dat vinden wij de belangrijkste motivatie. En pas je bij ons in het team, dan ben je van harte welkom en kun je solliciteren op onze website overinkverkeer.nl. En dan zien we je graag. Hoi, welkom bij Benchmark. Bij Benchmark ontwikkelen we producten van A tot Z. Wij hebben hier engineers werken, maar ook mensen in de productie. En we zijn altijd op zoek naar nieuw personeel. Het leuke is dat wij verder kijken dan uitsluitend je cv. Dus we kijken ook echt naar de competenties van mensen. Onze organisatie wordt gekenmerkt door betrokkenheid. We zijn altijd bereid om een stapje extra te doen en laagdrempeligheid. En we hopen van harte dat jij hier komt werken. Kijk op www.werkenbijbenchmark.nl voor onze actuele vacatures. En zoals je van ons gewend bent, helpen we je natuurlijk graag om te solliciteren. Wil jij solliciteren bij Overink Verkeer? Stuur dan even jouw cv plus motivatiebrief naar onze collega Henk Stevens. Dat kan op h.stevens@enschede.nl. Of stuur jouw cv en motivatiebrief voor Benchmark naar onze collega Reva van Wiekmarsen. E-mailadres komt in beeld. Marieke, we gaan afsluiten. Mochten de kijkers nou vragen hebben voor jullie, hoe komen ze dan in contact met het mobiliteitsteam? Nou, volgens mij op heel veel verschillende manieren. Dus op het werkplein.nl zie je het staan. We gaan straks een eigen site krijgen. Dus ik ga wel zorgen dat we te vinden zijn. Kijk, ja. Helemaal goed. Mochten mensen nou graag een gesprek bij jou willen aanvragen, hoe gaan we dat doen? Nou, Google gewoon op Judith Westendorp en dan ga je mij wel vinden. Komen ze vanzelf op jouw website terecht, geloof ik, hè? Ja. Niels, nog even een laatste voor jou. Want hoe zie jij de toekomst voor je? Nou, heel rooskleurig. Zodra we open mogen, dan denk ik dat we niet weten waar we moeten zoeken. Dus dan, we zijn nu al aan het vacatures open aan het zetten. Sollicitatiegesprekken al digitaal aan het voeren. Dus wij hopen straks klaar te zijn als we straks weer open mogen. En als het goed is, gaat iedereen in ons mooie Twente op vakantie. Dus dan verwacht ik dat de horeca weer lekker gaat uitpuilen. En hoop ik dat we door kunnen trekken naar 22. Kijk, heel fijn. Ik hoop dat iedereen jou gelijk weet te vinden zodra de horeca weer open gaat straks. Dan wil ik jullie alle drie nog heel graag bedanken voor jullie aanwezigheid. Jullie thuis bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie graag weer bij een volgende aflevering van Werkplein TV.